Wat is gelukt, zo'n volle zaal stil krijgen. Oh, wat zijn we weer met veel mensen. Wat gezellig, wat fijn dat we met zoveel mensen hier aanwezig zijn. Goedenavond allemaal en welkom op de nieuwjaarsreceptie hier in het Cultuurhuis in Dinxperlo van de gemeente Aalten. Ja, complimenten voor alle vrijwilligers hier die vandaag hebben meegewerkt om deze zaal allemaal spik en span te krijgen. Echt top. We passen erin. Het is wel gezellig. Zo dicht bij elkaar, maar goed, we gaan het jaar fijn beginnen met elkaar. Ik wil ook een heel speciaal welkom heten voor onze eregasten. En dat is aan mijn rechterkant de heer Tony Jansen, een van onze genomineerden voor de eremedaille. En aan mijn linkerkant, dat is de heer Ter Maat, dat is de andere genomineerde. Voor de eremedaille en daar mag u heel trots op zijn. En ook uiteraard hartelijk welkom de familie en bekenden die meegekomen zijn. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, geniet van de aandacht en laat het allemaal maar over u heen komen, want u verdient die aandacht. We beginnen zo dadelijk met de nieuwjaarsspeech van burgemeester Stapelkamp. En rond de klok van 8 uur zal er even een korte onderbreking zijn. En rond 7:45 gaan we dan verder met het uitreiken van de eremedaille. Dus we moeten nog heel even wachten. De spanning stijgt en daarna is er natuurlijk gelegenheid voor een hapje en een drankje. En dan willen we graag gaan beginnen, dus ik geef heel graag het woord aan burgemeester Stapelkamp. Goedenavond beste mensen. Ook van mij welkom. Mooi dat het zo vol is hier in Dinxperlo. Namens het gemeentebestuur veel heil en zegen, zeggen we hier in de Achterhoek, hoor ik steeds. Voor 2020, ik hoop dat veel van uw dromen uitkomen, dat veel van uw zorgen voor niets bleken te zijn. Net als vorig jaar wil ik terugblikken op het afgelopen jaar en ook al een klein beetje vooruitblikken. Op 2020 met een aantal van u, mensen uit onze samenleving die nou, een bijzondere rol vervullen, bijzondere dingen hebben meegemaakt. Aan de hand van een vijftal mensen wil ik dan zo even terug en vooruit blikken. En daarna zal ik zelf nog even wat gedachten tot u richten. Zoals Ted Kok wel eens een keer gezegd heeft, ja, ze verwachten wel wat van je, je kan het niet alleen maar met wat interviewtjes doen. Dus dan heb ik ook zelf nog een boodschap voor u. Als eerste, onze beide wijkagenten uit Dinxperlo en Suderwick. Annie Doddewinkel en Jurgen Schutter, als jullie even naar voren komen. Even, we hebben natuurlijk hier in Dinxperlo de bijzonderheid dat wij een gezamenlijk politiebureau hebben. En vorig jaar bestond dat 20 jaar. Hoe bijzonder is dat? Sprechen ze Duits? Ja. Ik hoop dat het Duits is. Goedenavond, mijn naam is Jonas Schutten. Het Duits-Nederlandse politiebureau bestaat nu sinds 20 jaar, sinds september 1999. Het was uniek in Europa en wij waren de voorlopers voor het samenwerken van politieagenten in Europa. Spreken Sie Deutsch? Hoe ziet jullie samenwerking eruit nou eigenlijk in concreto? Wat doen jullie nou samen? Als je kijkt naar de dagelijkse samenstelling, we zitten heel vaak samen op het politiebureau in Dinxperlo. En zoeken zeg maar, vanuit Suderwick en Dinxperlo kunnen tussen 10 en 12 voor informatie. En dat kan natuurlijk zijn voor de Nederlandse wetgeving, maar ook heel gemakkelijk voor de Duitse wetgeving. En daarbij de informatie die voor de politie belangrijk is, uit zowel Nederland als uit Duitsland, die wisselen wij dagelijks met elkaar. Waardoor de criminelen kunnen heel gemakkelijk grenzen over, zoals burgers ook
heel gemakkelijk naar Bokkel kunnen gaan zonder dat ze iets passeren van de grens. Wisselen beide informatie over bijvoorbeeld banditisme, criminelen en dergelijke die een druk brengen aan Winsel of willen brengen, dat wij ook hier in de gaten houden. En alle informatie delen wij gewoon samen zoveel mogelijk kan. En is dat niet ingewikkeld met verschillende regelgevingen? Hoe verschillend zijn de Duitse en Nederlandse politiekorps? Ja, maar daar kunnen wij natuurlijk op praten, hoe verschillend wij zijn. Drie minuten per interview? Maar dat doet niet zo lang. Maar wij zijn echt heel verschillend, maar wij proberen deze problemen op te lossen met heel korte lijntjes. En dat wij de boef die de grens overkomen en dat wij hun in de gaten kunnen houden. Maar wij lopen natuurlijk tegen de wetten aan. Wij kunnen niet alles zo doen als wij het bij ons gewend zijn op de Duitse kant, op de Nederlandse kant. Nee, wij moeten echt dat wet in de gaten houden en dat wij niet fout gaan doen. Vind je dat jullie bekend genoeg zijn in Dinxperlo? Ja, en Zuidwijk? Kan altijd bekend worden. Kan altijd bekend worden. Wie is er dan bekend? Het is hartstikke mooi dat iedereen kan zien waar wij voor staan, dat wij aan de ene kant van willen. Zuidwijk. En aan de andere kant de wijkagent van Dinxperlo. Op de doordeweeksdag kun je tussen 10 en 12 voor vragen over de Duitse wetgeving of over de Nederlandse wetgeving. Kunnen jullie altijd bij ons aankloppen aan het bureautje Internationaal Politiebureau aan de Raadhuis staan in Dinxperlo. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel dat jullie hier kwamen. Volgende die ik even naar voren wil halen is Arnold Brugging. Arjan Brugging. Staat hier op fout. Arjan Brugging. VBNF, waar ben je? Oh, komt eraan. Komt eraan. Die is wel een beetje mee in de drukke feesttent te staan, maar... Arjan Brugging is voorzitter alweer een aantal jaren van de VVNF, de Vereniging voor Viering van Nationale en Feestdagen. Feest- en Gedenkdagen, moet ik gewoon zo zeggen, VVNF. Die bestaat dit jaar, 50 jaar. En dat is 50 jaar, als je in onze gemeente kijkt, is 50 jaar voor een oranje vereniging eigenlijk niet zo heel bijzonder. Tel je eigenlijk nog niet mee. We hebben van die hou en trouw en den vaderland getrouwen. Dat zijn echt van die clubs uit, begin vorige eeuw. En jullie bestaan pas 50 jaar. Hoe komt dat? Als je teruggaat naar de jaren 60, dan was hier een christelijke oranje vereniging en een algemene oranje vereniging. En die zijn tegen het eind van de jaren 60 opgeheven wegens gebrek aan belangstelling. En toen kwam natuurlijk 1970 in beeld en dat betekende 25 jaar bevrijding. En dat moest natuurlijk wel gevierd worden. Dus toen is er in 1969 begonnen met de oprichting van VVN. En in 1970 hadden we de eerste viering. En tevens 25 jaar bevrijding. Voor degenen die niet uit Dinxperlo komen hier zo, ik heb heel wat Aaltenaren enzovoort allemaal gezien. Wat doen jullie zoal? Nou, we hebben een heel programma. We zijn afgelopen zaterdag begonnen met het uitdelen van de nieuwjaarstoeten. Dat is een regionaal gebruik, snoepzakken uitdelen aan kinderen. Dat doen we aan alle schoolkinderen hier in Dinxperlo en in de omgeving. En de oliebollen delen jullie ook uit? Ja. We bakken oliebollen, we hebben gluwijn erbij, dus het was weer een gezellig middag. Zwaar wel lekker. Precies. En dan gaan we, dit jaar gaan we eind februari een toneelavond organiseren. Eind maart hebben we nog, zijn we bezig met een lampionoptocht voor de kinderen. En dan gaan we naar april, dan hebben we een hele feestweek. Voorafgaand aan Koningsdag. En dan, daar zit van alles in. Er zitten muzikale avonden in, er zit een speciale avond voor 50 jaar bevrijding in. De Koningsdag dat sluiten we dan af met free shoppen en ook nog weer een feestavond in de tent. We hebben 4 mei doen we de dodenherdenking organiseren. 5 mei gaan we met de schoolkinderen naar Wageningen het bevrijdingsvuur ophalen. In september vieren we onze verjaardag, 26 september. Met een heel groot feest hier in de tennishal. En dan hebben we in november nog een afsluiting. Dat is een heel muzikaal theater, Erik Krik, en dan gaat het over PTSS. En dan zijn we het jaar weer door. Zo is het, dat is een vol programma. Ja. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
Nou, het bestuur bestaat uit 24 bestuursleden en we hebben tevens zoveel vrijwilligers eronder. Dat is eigenlijk. Ja, dat is voldoende. Ja. Als je een keer komt kijken hoe wij in de week voorafgaande aan de Koningsdag de boef opbouwen, dan weet je, dan zie je ook dat iedereen zijn taak heeft en het gaat eigenlijk gewoon vanzelf. En dat is wel heel bijzonder. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel en een heel mooi feest zijn toegewenst. Nog meer feest dit jaar, ook in IJzerlo, Joke Russink. Joke, ben mee. Ach, hier. Ook voor de Farm & Country Fair wordt het een bijzonder jaar. 25e keer. Wat doet dat met je? Nou, het voelt eigenlijk super trots. En niet alleen trots op onszelf eigenlijk, maar veel meer trots op de vrijwilligers, alle mensen om ons heen. We doen het natuurlijk niet alleen. En ook bij ons is een enorme grote groep mensen betrokken. Ja, het voelt gewoon heel fijn. Wat moet ik aan een enorme groep, zoiets als wat hier nu staat? We hebben nagevraagd hoeveel mensen alleen bij de parkeerplaats en de intree betrokken zijn. En dat zijn er zo'n 175. Dus alleen dat. Zijn er dus meer dan hier dan alles bij elkaar, moet ik wel. Ik denk het wel. En op een bepaald moment was ik heel IJzerlo eigenlijk aan het werk voor de fair. En toen zijn we richting Dinxperlo gegaan. Dus de voetbalvereniging is erbij betrokken en ja, veel meer mensen. Ja, dat is echt super mooi. Moeten er nog verenigingen bang zijn als ze jou het erf op zien komen? We zoeken er nog meer. We zoeken nog heel veel vrijwilligers. Want we gaan natuurlijk in het kader van 25 jaar echt ja, toch wel weer hele leuke projecten opzetten. Dus ook daar zijn weer mensen voor nodig. Vertel eens meer, wat gaan jullie doen van dit bijzondere jaar? In het begin, toen wij de fair organiseerden, was het uitgangspunt van de landbouwboeren meer in de belangstelling. Na een aantal jaren dacht iedereen van, oh, het is alleen voor boeren, daar hoef ik niet naartoe. Dus toen zijn we die landbouw wat minder gaan doen. Nu is het meer dan ooit de landbouw heel erg belangrijk. Dus wij gaan iets met streekproducten doen. We gaan, ja, dat kan ik wel vertellen, een winkel inrichten met alleen streekproducten. En dan krijgen de mensen bij de ingang een winkelmandje met uitleg. En dan mogen ze bijvoorbeeld 10 streekproducten in het winkeltje in hun mandje doen. En 1 of 2 streekproducten. Of producten die niet uit de streek komen. Nou, komen ze bij de kassa en dan worden ze uitgelegd. Oh ja, dat heb je goed, goed gedaan. Je krijgt een leuk prijsje, een appel of wat het dan ook maar is. En op die manier heb je die bewustwording van wat groeit hier en wat wordt hier eigenlijk allemaal gemaakt. Veel meer dan je denkt. Nou ja, dat is dus één ding. We zijn er, maar dat duurt veel te lang. Maar de Farm & Country Fair is dus eigenlijk nog harder nodig dan 25 jaar geleden. Ja, dat denk ik wel. Het is helemaal een Engels voorbeeld. Er zijn in Nederland natuurlijk enorm veel fans. Alleen een heel andere opzet dan die van ons. Bij ons blijft de landbouw gewoon heel belangrijk. En ja, dat is eigenlijk op dit moment meer dan ooit belangrijk. Alleen als wij reclame maken van jongens, kom, want de landbouw is in beeld. Dan krijg je de helft van de mensen niet. Dus dat qua promotie komt er niet heel erg naar voren, maar de opzet is nog steeds na die 25 jaar van bijvoorbeeld de jachtvereniging, die staat in een van de straten, daarnaast staat iemand met kleding, dus je komt bij de tent, je komt bij de mooie jurk die je hebt gekocht, helemaal blij, kom je bij de jacht en dan wordt daar dus verteld van, nou ja, zo werken wij, helemaal uitgelegd en dat is niet alleen met hen, maar dat is gewoon bij veel meer dingen. Dus het is meer zo tussen neus en lippen door de nieuwe dingen horen. Dat is eigenlijk de opzet. Is er nou veel veranderd in 25 jaar? Ja. Wat is nou de grootste verandering, denk je? Wat is de grootste verandering? De regelgeving was steeds lastiger. Maar ja, goed, dat is bij elk evenement, dus dat is niet alleen bij ons. Het is veel lastiger om de mensen te krijgen die je graag hebben wilt. Om nog steeds te laten weten van de jongens. Kom naar Aalten, want er gebeurt gewoon iets heel anders. Waarom zou je vanuit Groningen of vanuit
Zeeland naar Aalten te gaan, want bij hun is het... Ik weet het wel hoor, waarom je vanuit Zeeland naar Aalten gaat. Oké, okay, daar hebben we het nog wel zo. Oké, okay, welke datum is het dit jaar? 26, 27, 28 juni. Pakt u even uw agenda, 26, 27 en 28 juni, dan zien we elkaar weer. Hey, dankjewel. Dan weer terug naar Dinxperlo. Berend Enserink van het Grensland Museum. Voorzitter. Berend. Komt-ie. Ja, goedenavond. Jullie hadden vorig jaar feest. Toch wel. Dat was een heel bijzonder jaar voor jullie. Vertel eens. Toen hadden we voor het eerst een eigen gebouw. Het Grensland Museum werd ons eigendom. En hoe is dat gekomen? Want jullie huurden het dan daarvoor? Daarvoor hadden we huurde de Stichting Bewaar het Oude, dat van de woningbouwvereniging de woonplaats. En toen ineens kregen wij een brief van de woonplaats. Sorry, we gaan het gebouw te koop zetten. En dan schrik je van de marktwaarde van dat gebouw. Het heeft een jaar geduurd, we hebben het rustig laten sudderen. En langzamerhand ging de prijs gelukkig naar beneden toe. Dat is in strijd met de ontwikkeling op de woningmarkt. Wat hebben jullie slim gespeeld dan? Ja, het is natuurlijk een monument. Het is een rijksmonument. En bekend was ook wel dat er nog iets aan te gebeuren stond. Dus vandaar dat het prijs een heel stuk laag is geworden. Maar ja, als klein grenslandmuseum kun je dat niet alleen. En gelukkig heeft iemand ons de hulp gegeven om financiering te krijgen tegen zeer gunstige voorwaarden. En zie daar, voor 20 jaar is het Grensland Museum gewaarborgd. We kunnen weer 20 jaar verder iets speciaals in Dinxperlo kan blijven. En gelukkig heel veel mensen in Dinxperlo zijn ook vriend geworden van het Grensland Museum. Wie is de heer al vriend? Dus er is nog wat zending te bedrijven, ja. Maar waar staat het Grensland Museum voor? Wat willen jullie nou aan met dat museum? In oorsprong is het de bedoeling om het bijzondere karakter van de grens hier te benadrukken. En natuurlijk hebben hier douanemensen rondgekomen, zowel aan de Nederlandse kant als aan de Duitse kant. En dat gaf natuurlijk een heleboel materiaal. En dat kon je natuurlijk in 1993 weggooien. Maar een aantal mensen lang voor mij hebben beslist van dat is waardevol voor Dinxperlo, laten we dat bewaren. En dit jaar hebben we zelfs vanuit de heer Hoijman uit Emmerik, een Duitse soldenambten, die verzamelde ook andere spullen, hebben we voor de Duitse kant ook een hele bijzondere verzameling cadeau gekregen. Dus we hebben nu de Nederlandse grens. En we kunnen ook straks de Duitse zaken laten zien. Dus we kunnen langzamerhand groeien naar een internationaal grensland. Collectie groeit. En wat is het plan voor 2020? Nou, dat is heel wat. Eerste plaats. Kort. We willen eerst graag het dak vernieuwen. Het dak moet geïsoleerd worden. Ze huur dan wel waar je de pannen eraf. Dus we moeten echt aan de gang met het dak. We willen graag verlichting maken. Want sinds 1985 hebben we nog steeds. De koestalverlichting, zoals wij dat noemen. Het moderne museum heeft ledverlichting. Dat willen we ook graag realiseren. En volgend jaar, op 29 maart, openen we de bijzondere tentoonstelling in het kader van Gelderland herdenkt 75 jaar vrijheid. De tentoonstelling Sporen van Vrijheid. En Dinxperlo is speciaal gevraagd om deze tentoonstelling te maken. Er zit ook een lokaal component bij. Ook de bevrijding van Dinxperlo speelt daar een belangrijke rol in deze tentoonstelling. Dus ik zou zeggen, kom er allemaal kijken. 29 maart gaan jullie weer open. Voor degenen die niet uit Dinxperlo komen, pas 29 maart gaan ze open. Dan zijn we voor de dichte deur. Maar je kan wel op afspraak met groepen, toch? Ja, maar die tentoonstelling is er nu nog niet. Nee, dat is waar. Ja. Oké, nou, heel veel succes. Dankjewel. De laatste, Rosanna Lohuis. Wie kent haar niet? De eerste kinderburgemeester van Aalten.
Wat ben je? Ik zie ze aankomen. Ik zie allemaal mensen uit elkaar gaan. Ja, zo hoort het allemaal opzij voor de burgemeester. Hoi. Een half jaar kinderburgemeester, want je bent op 3 juli geloof ik gekozen. Hoe bevalt het? Erg goed. Erg goed. Kun je iets meer vertellen? De burgemeesters zijn wat breder van stof meestal. Nou, het was eigenlijk... Nou, het kwam eigenlijk een beetje als een verrassing. Want ik had het niet verwacht. En er kwamen ook allemaal nieuwe dingen eigenlijk. Wat ik van tevoren als... toen ik nog niet wist dat ik kinderburgemeester werd, had ik niet verwacht dat dat in één keer op mijn pad kwam. Dus het is een heel ander stof dan je had verwacht? Ja, ik dacht meer dat ik eigenlijk alleen bij Koningsdag, Sinterklaas en allemaal zulke dagen... Je dacht een part-time baantje te hebben, ja. En nu is de volle bak. Hè. Nou, ik kwam in één keer dus een wedstrijd en mocht ik jureren en uitreiken en ik mocht een stuk schrijven voor... Ik mocht oma interviewen voor het Onderduikmuseum, gewoon heel veel... Zulke dingen wat van tevoren eigenlijk niet, ik had niet gedacht dat ik ook zulke dingen mocht doen. Vind je dat eigenlijk gewoon leuke dingen of vind je dat ding, hallo, anders ook moeten vertellen van tevoren, niet meegedaan? Nou, ik vind het wel heel leuk. Oké. Dat wel. Wat vind jij eigenlijk het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan in dat half jaar? Ik vond het heel leuk om dus een tekenwedstrijd te jureren en uit te reiken. Daar zijn we ook, ik heb er denk ik 3 dagen ben ik er naartoe geweest. En die andere, en ik vond het Volksfeest ook heel leuk, want dat was 2 dagen, dat was wel erg leuk. Toen mocht je ook vogels schieten, hè? Ja, dat vond ik van tevoren wel spannend, maar uiteindelijk wou ik eigenlijk gewoon nog een keer. Voor mij heb ik dat van Volksfeest gezien hier zo, dus dat voor mij moet dan nog wel eens een keer wat te regelen zijn. Heb jij nog een wens voor de mensen hier zo? Nou, ik wil namens alle kinderen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen. En het belangrijkste van allemaal, zorg voor elkaar. Ja, ik kan het stoppen eigenlijk. Genoteerd voor u. Beste Altenaar, ik weet niet of u het weet, maar was het 15 jaar geleden dat onze gemeente in zijn huidige omvang tot stand kwam. Weinigen van u zullen ervan wakker hebben gelegen. 15 jaar, een hele puber ondertussen, op weg naar volwassenheid. Zwangerschap was moeizaam, de geboorte was zwaar, de peuter leerde met heel veel vallen en opstaan lopen, maar langzaamaan groeit de boordeling toch wel uit tot een mooie kerel. Mooie meid, maar ook. Een prachtige, diverse en actieve gemeente waar we best trots op mogen zijn. Zeker. Niet het paradijs, is genoeg wat beter kan, maar mogen toch wel tevreden zijn, komt wel een eentje in de richting. Ik denk, er zijn weinig plekken waar het leven zo mooi is, waar de gemeenschap zo goed is. En laten we dat met elkaar dan ook zo beleven en elkaar daar ook in steunen. We zijn ondertussen ook bijna halverwege onze bestuursperiode alweer. We begonnen met een breed gedragen raadsprogramma waarin fracties de samenwerking zochten. Op zoek gingen naar wat hen en wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt. En dat is best bijzonder in deze tijd van polarisatie. Dat heeft geleid tot een tot nu toe vrij rustige bestuursperiode waarin op veel punten eendrachtig het goede wordt gezocht voor onze gemeenschap. De sfeer is goed. Aalten is niet in het nieuws geweest vanwege politieke confrontaties en ook niet vanwege integriteitskwesties. Het is wel eens anders geweest en daar ben ik erg dankbaar voor. En laten we met z'n allen vooral ook zo voortgaan.
En dat we niet alleen niet slecht in het nieuws kwamen, maar juist vooral heel veel goed in het nieuws. Je raakt de tel bijna kwijt haast met hoeveel prijzen we de laatste tijd gewonnen hebben. IJsselo, laatst nog het mooiste buurthuis. Maar ook dan nog vandaag, misschien heeft u het al gezien via social media, onze wethouder Hans de Lindert genomineerd door het vakblad Binnenlands Bestuur voor de verkiezing van beste bestuurder kleine gemeente. Bravo! Bravo. En we blijven achterroepers, en zeker Hans, dus die reageerde vorige week bescheiden. Als zelfs onze jongste en minst ervaren wethouder al blijkbaar zo goed is, hoe goed moet dan de rest van die wethouders niet zijn? Oké, stemmen kan vanaf vandaag tot en met 12 januari. En op deze manier hebben we ook IJsselo over de streep geholpen. Dus bestebestuurder.nl, ik reken erop dat u allemaal gaat stemmen. Hans, koop maar vast een mooi pak. Die goede sfeer en die goede samenwerking, die hebben we ook nodig voor het komend jaar. Want we staan wel voor een aantal opgaven. Op tal van terreinen zullen we knopen door moeten hakken, lastige besluiten moeten nemen. Wethouder Ted Kok werkt met zijn mensen natuurlijk al een tijdje hard aan het centrumplan voor Dinxperlo. Ingewikkelde discussie, heel veel verschillende meningen en belangen. Maar we zijn gestart met een hele mooie bewonersavond onlangs. Ook de nieuwe omgevingswet zal hem nog wel wat zweetdruppeltjes gaan opleveren. Twee onderwerpen wil ik desondanks nog wel even uitlichten. Als eerste, duurzaamheid. Volgens 95% van de wetenschappers rijden we met z'n allen richting een ravijn. 5% twijfelt over het bestaan van dat ravijn, de diepte ervan of de precieze locatie. Ik denk dat het verstandig is om als mensheid toch stevig op de rem te gaan staan. En ook als lokale samenleving zullen we daar een steentje aan bij moeten dragen. Dat gaat schuren. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en die zijn soms ook pijnlijk. Die raken soms ook onze manier van leven. Maar als onze samenleving, waar het leven zo goed is, waar we zo welvarend zijn, misschien wel een van de meest ontwikkelde landen van de hele wereld, als wij al niet dat kunnen opbrengen, ja wie dan wel? En aan de andere kant ook, die veranderingen zijn echt niet alleen negatief. Ze bieden ook kansen voor op een leven meer in harmonie met de schepping. Ook kansen voor ondernemers, als ze creatief zijn en lef hebben, dan zijn er ook tal van kansen juist die die nieuwe samenleving, die nieuwe economie gaat bieden. Dus onder leiding van Martin Veldhuizen zullen we ons eigen plan van aanpak vorig jaar vastgesteld, maar nog wel handen en voeten moeten geven. Bijvoorbeeld hoeveel zonneparken en windmolens willen we nou accepteren en waar dan precies? Hoe gaan we om met die gasloze wijken? Hoe zorgen we dat we allemaal in beweging komen? En wat betekent dat ook voor onze agrarische sector? De stikstofcrisis van vorig jaar ondertussen, maar die draait nog net zo hard door natuurlijk. Wat betekent dat voor onze boeren ook? Dus aan ons allen de vraag, wat kunnen wij zelf doen voor de toekomst van onze planeet, voor de toekomst van ons nageslacht? Tweede opgave ligt op het sociaal domein. Een uitdaging voor de Aaltense politiek onder leiding van wethouders Joop Wikkerink en Hans de Lindert. Maar het is ook een uitdaging voor onze gemeenschap zelf, voor jou, voor u. Wat kunnen we als gemeente en als gemeenschap nog meer doen aan preventie om problemen te voorkomen? Relatie- en opvoedcursussen, hulp bij overmatig vet, suiker, tabaks, alcohol en drugsgebruik. Heerlijk zo na de feestdagen. Aandacht voor ieders vitaliteit, voor ieders inzetbaarheid in de samenleving. Er is nog zoveel werk te verzetten als we van de regio Achterhoek de gezondste regio willen maken. Hoe zorgen we ervoor dat mensen ook eerder hulp vragen, zodat we ze eerder kunnen ondersteunen? Vergoedingen en voorzieningen zullen misschien wel verzoberd moeten worden. Wie echt hulp nodig heeft, kan op de gemeente rekenen. Daar is geen enkele twijfel over, daar staat volgens mij de hele Aaltense Raad voor. Maar te makkelijk wordt er toch soms een beroep gedaan op de jeugdzorg of de WMO. Misschien wel eens omdat men daar alleen maar gewoon recht op heeft. Ook als burgers daar makkelijk zelf financieel voor kunnen zorgen. Of als er goedkopere alternatieven zijn. En dat is in een tijd van grote tekorten moeilijk te accepteren.
Ik las in de vakantie al, in de kerstperiode, dat er gemeenten zijn die burgers een rekening sturen met daarbij het verzoek om ook vrijwillig bij te dragen. Nou, dat doen wij nog niet, maar ook voor ons allemaal geldt hier in de zaal en breder onze samenleving. Wat kunnen we zelf bijdragen aan het beheersbaar maken en het betaalbaar houden van de lokale zorg? Denk er eens over na, praat er eens over in de familie of in de buurt. Ik zie heel veel brandweermannen, ik kan het eigenlijk niet in het verhaal staan. Maar ik denk van, nou, dat is toch goed even te noemen. Dat is natuurlijk een lastige discussie waar we in verzeild raken. De inzet vanuit de Aalterse politiek is duidelijk. De plannen gaan wat mij betreft te ver. We gaan kijken hoe ver we komen. 15 januari hopen we dat wij op basis van argumenten ook andere gemeenten, andere burgemeesters, weten te overtuigen. We gaan het zien. Maar het is mooi hoe we samen opgetrokken zijn de laatste tijd. Tot slot dan. We kijken uit naar 75 jaar samen vrijheid vieren. Binnenkort, en ik vind het echt bijna ontroerend, bloeien langs de grens, naast de Keukenweg, de bloembollen. Waar één prikkeldraad scheiding bracht tussen ons en onze buren. Straks één bloemenzee 600 meter lang. Op 29 maart... behalve die tentoonstelling van het Grenslandmuseum die u allemaal natuurlijk ook in uw agenda heeft gezet. Maar gaan we ook samen op de Heelweg het startschot geven voor het regionale programma van Gedenken, Bezinnen en Vieren. En we, dat zijn 6 Duitse burgemeesters en hun gemeente en 8 Nederlandse. Heel bijzonder. En in dat hele regionale programma zoals we daar hier in Aalten nu aan het opzetten zijn, hebben we ondertussen al meer dan 100 organisaties gezegd daaraan mee te werken. Tientallen activiteiten hebben tot met juni zeg maar op de agenda staan. Ik ben daar wel onder de indruk, die energie, maar vooral ook al die mooie samenwerking die er is gekomen. Dat vind ik heel bijzonder. En helemaal raakt het mij dat we dat ook nog samen kunnen doen met onze Duitse buren, zonder dat we ons daar nog boven gaan verheffen. Dat ligt gevoelig bij mensen hier, aan deze kant. Er is nog pijn, er is nog leed wat niet verwerkt is. Maar ook aan de andere kant is er nog schaamte die ook nog niet verwerkt is. Dat merk je ook in alle contacten. Maar juist in dit deel van het land, waarin we op de grens leven, hoeveel meter is het hier vandaan, zullen we moeten investeren in die contacten. Want ik wil, en ik hoop u ook toch, ook in 2045 erbij zijn als we samen 100 jaar samen vrijheid vieren. Dat spreekt niet voor zich. Er zijn heel weinig perioden in de West-Europese geschiedenis geweest waarin het 75 jaar vrede is geweest. Laat staan 100. Die vrijheid, die vrede, die democratische rechtsstaat, die is van ons, die is voor ons allen. Maar die vraagt ook ons aller inzet, ook die van u. Wat kunt u doen om onze vrede en vrijheid levend te houden? Ik wens u allen wat dat betreft een heel mooi en vredig en vrij jaar toe. 8:15 gaan we verder met de eremiddag. Ja, als het college ook weer binnenkomt. Ja, de Aaltense samenleving is een actieve en vitale gemeenschap. Ik zei het net ook al. Velen in onze gemeenschap zetten zich vaak jarenlang in, belangeloos voor anderen. Onze waardering geldt natuurlijk al die actieve en betrokken inwoners. Net alleen al hoorde van de Farming Country Fair hoeveel mensen daar een bijdrage aan leveren. Maar dat geldt natuurlijk voor al die organisaties die we hier hebben. Dus de waardering geldt voor iedereen. Maar we hebben het goede gebruik om aan één inwoner namens het college de eremedaille uit te reiken tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dat doen we alweer sinds 2013 en er is nog een Dingsbus verleden van een eind daarvoor. Vorige ontvangers van de eremedaille waren de heren Veldhuis, Epping, De Brake, Wamelink en mevrouw Hofs. Eén dame pas, dus ik zou zeggen, draag eens een keer even dames voor de volgende keer.
Dat wordt wel weer eens tijd. We zijn het cursus politiek actief al begonnen. Daar nemen de vrouwen de overhand in met 55 deelnemers. Maar voordragen, dat moet wat meer worden nog. In de verordening die de gemeenteraad heeft vastgesteld staat het al dus. De eremedaille wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend. En wel 1. Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen die zich vanwege de gemeente of plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Dat is geen Jippie-Jan-Janneke taal. En als tweede, als onderscheiding aan personen die hun grote en algemeen erkende verdiensten op enig gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. Het wordt zo wel gezien, maar als je de letter leest, dan is het dus geen vrijwilligersprijs. Ook mensen die beroepsmatig gewoon iets heel bijzonders hebben gedaan, kunnen de eremedaille krijgen. En volgens het systeem van de verordening kunnen we ook zelfs nog los van de jaarlijkse uitreiking tijdens de nieuwjaarsreceptie, ook in actuele situaties een eremedaille toekennen. Ik weet het niet, maar wie weet hebben we dit jaar een Nobelprijswinnaar of een topsporter met goud in Tokio. Het zou zomaar kunnen. En dan kan die ook een eremedaille toegekend krijgen. Kandidaten voor de jaarlijks toe te kennen eremedaille, die vandaag dus doen, die worden door burgers zoals u, maar ook door organisaties aangedragen bij de commissie die daarvoor is. Die adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle 10 de woonkernen. De burgemeester is voorzitter, maar stemt niet mee. Dus als u niet eens bent, don't shoot me. En ook de commissie niet natuurlijk. De commissie heeft uit alle aanmeldingen uiteindelijk na een zorgvuldige weging aan het college een voordracht gedaan voor het toekennen van de eremedaille. En dat advies is door het college overgenomen. Gaat iemand zijn telefoon? Ik wil de commissieleden vanaf deze plek bedanken weer voor hun inzet. Dat we weer een gezellig samen zijn als we dat dan doen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd en de commissie heeft geheimhoudingsplicht. Binnenkort kunt u, de komende maanden weer, kunt u zelf natuurlijk weer iemand aandragen en doet u dat dus vooral. Om recht te doen aan het feit dat er meer mensen worden voorgedragen dan dat er een prijs natuurlijk kunnen krijgen, een eremedaille, hebben we vorig jaar besloten om steeds 2 personen bekend te maken als een soort nominatie. We hebben tenslotte 2 mensen ook nog de eer die ze toekomen. Dat zijn in alfabetische volgorde de heer Tonny Jansen. We hebben jaren niet zoveel scouting gehad, maar misschien volgend jaar dan bestaat de scouting in Aalten ook 75 jaar. Nou, dan hebben we misschien ook nog weer een mooi feest. En als tweede de heer Henk Termaat, en die zit hier vandaan. Maakt niet uit. Ik benoem beide even, ik vertel wat vanuit het juryrapport. Tonny Jansen, na al eerder actief geweest te zijn als vrijwilliger, is Tonny Jansen inmiddels al 14 jaar voorzitter van Scouting Saxeneer in Bredenbroek. Hey, dat ligt nog niet in onze gemeente, maar daar zijn wel, net over de grens, maar daar zijn wel heel veel kinderen vanuit Dinxperlo actief. Tonny heeft, zoals iedereen hem kent, heeft heel veel gedaan voor de vereniging, is een geliefd en gerespecteerd lid. Zijn mening wordt als zeer waardevol gezien binnen de scouting hier. Volgend jaar bestaat de vereniging ook al 75 jaar. En dat is het moment waarop Tonny zal terugtreden als voorzitter. In die tijd heeft hij zich op zeer vele manieren ingezet voor de vereniging. Het belangrijkste wat hij nalaat, dat is waarschijnlijk toch wel, nou, zonder twijfel, het prachtige gebouw aan de rand van het Bredenbroekse bos. In de bijcommissie heeft hij zich met hart en ziel ingezet om dat gebouw mogelijk te maken en dat is ongetwijfeld een enorme klus geweest. Hij hecht ook grote waarde aan kwaliteitsontwikkeling, zowel persoonlijk als ook op het niveau van de hele groep. Mede hierdoor is het leidingteam erg gegroeid. De kwaliteit van het scoutingspel is naar een hoger plan getild, wat geresulteerd heeft in een groei van het aantal leden. Zozeer zelfs dat er op sommige onderdelen zelfs wachtlijsten zijn. Ik ben zelf, weet u misschien niet, maar ik ben zelf ook een aantal jaren scoutinglid geweest. Groep C70, Dr. John Mot groep. Oké, wij doen ons best, wij dit.
Zo ben ik nog opgegroeid met paalsteek en met een boef op je hoofd 10 meter kunnen lopen en dat soort dingen. De eerste ster heb ik gehaald, verder is het me niet gelukt. Maar ook bij mijn kinderen, ik heb twee kinderen van mij die ook, twee kinderen die lid zijn geweest van de scouting. En dat heeft ze ook een mooie tijd gehad. Het is heel waardevol jeugdwerk. Sport krijgt vaak toch wat meer aandacht. Sportverenigingen, wedstrijden winnen en dat soort dingen. Het mooie van scouting is, daar doet iedereen mee en er wordt iedereen op zijn eigen niveau ingeschakeld. En vooral de samenwerking is altijd fantastisch. Dus mooi jeugdwerk. Nou, Tony is enorm betrokken bij de vereniging. Dag en nacht kan je bellen voor advies. Heel veel praktische zaken, van de was tot de boodschappen, handen uit de mouwen voor onderhoud, klussen, NL Doet, de Bern Schoonmaakdag, nou ja, ik kan het zo gek niet noemen. Een prachtige kandidaat. Dan hebben we er nog één. Henk Ter Maat. De heer Ter Maat, Henk, is al vele jaren betrokken bij de muziekvereniging De Eendracht. Minder goed herkenbaar, maar bij het handenschudden heb ik net voor mij een heleboel mensen van De Eendracht gezien. In 1948 werd hij al lid. Vanaf 1992 heeft hij 12 jaar lang de taak als voorzitter op zich genomen. Om de verenigingskas structureel van inkomsten voorzien, stelde hij voor om al in 1991 om oud papier op te gaan halen. En het huis van de familie Ter Maat, dat was jarenlang zowel vertrekpunt, eindpunt, als ook pauzeplek voor een kop koffie of iets dergelijks. In 1998 kwam er ook nog bij, ik had er echt nog nooit van gehoord, een actie om huis aan huis potgrond te verkopen. Het vond mij wel sjouwen. Henk zorgde voor de zakken potgrond, voor de vervoersmiddelen. En ook hier, alles werd weer vanuit huis gedaan. Dat werd vrees ik veel stofzuigen. In hetzelfde jaar ontstonden ook nog ideeën voor een eigen gebouw voor muziekvereniging De Eendracht. 2007 was het zover en werd de eerste steen gelegd aan de Nijverheidsweg in Aalten. En voor een muziekvereniging is dat toch wel bijzonder. Er zijn weinig muziekverenigingen met zomaar een eigen gebouw. In 2008 werd dat geopend met toch wel een bijzondere naam, De Opmaat. Nou, niet helemaal toevallig natuurlijk. Henk zet zich niet alleen voor De Eendracht in, hij zet zich ook nog in voor tal van andere organisaties, ook ondanks dat hij toch ondertussen wel een respectabele leeftijd heeft bereikt. Sinds tot in 1948 al lid was. Wekelijks verzorgt hij nog steeds alle kopij en het drukwerk voor de protestantse gemeente daar in Aalten, in het dorp Aalten dan. En de oudere bonden in Aalten kunnen op hem rekenen bij fietstochten die georganiseerd moeten worden. En ook die gaan weer langs De Opmaat. En ook daar zo gaat Henk en zijn vrouw, die hoort er natuurlijk ook altijd bij, worden weer van koffie en thee voorzien. Nou, u ziet het al. Twee kanjers van mensen in onze gemeenschap. Mensen die een bijzondere plek hebben en anderen waarderen dat. Hebben die waardering willen uiten door hen voor te dragen. Toch altijd even een stap, maar dat zegt dus iets dat mensen bereid zijn om moeite te doen om jullie tweeën in het zonnetje te zetten. Twee mensen. En u ziet al van, allebei hebben ze wel ongelooflijk veel gedaan. En wie kies je dan? Nou, daar is dan gelukkig een commissie voor, hoef ik niet te doen. Eentje kan maar de opvolger zijn van de heer Veldhuis. Nou, ik kan nog wel langer praten, maar dat ga ik niet langer doen. De tijd is natuurlijk lang genoeg dat er in spanning zit. Ere medaille 2019 is toegekend aan de heer Ter Maat. Thank you.
mensen, u mag ze zo meteen het